Like deze video sneller dan dat. Nee. Bob, wat is er? Jij speelt zoveel Brookhaven. Ja, maar hoe bedoel je? Jij hebt een Brookhaven-account met alle Game Passes. Ik heb er nul. Misschien heeft Bob wel gelijk. Weet je wat? Like de video als ik voor Bob een account moet maken en alles moet kopen in Brookhaven. Like, like, like. Dit wordt duur voor jou. Oh ja. Dat wordt duur. Oké, nou ja, Bob heeft wel een punt. Als we namelijk kijken naar al deze Game Passes. Ik heb ze al. En al zo lang dat ik me niet eens meer precies kan herinneren wat ze allemaal doen. Dus weet je wat, Bob? We gaan ervoor. Dit is Bob zijn gloednieuwe Brookhaven-account. En ik heb er zojuist Robux op gezet. Die ik ga uitgeven! Precies. Maar we gaan ook elke Game Pass een cijfer geven van 1 tot 10. Gebaseerd op de prijs en wat je ervoor krijgt. We beginnen met 30 Robux voor de vehicle upgrade. Volgens mij houdt dit in dat als je een voertuig hebt, dat je die dan een andere kleur kan geven. En als ik hem nou geel maakt. Taco geel! Ik geef het een 10! Bob houdt van geel. Oh my gosh. De mega capybara glitch in Brookhaven is nog steeds niet weg. Capybara Bill! Mag ik hem aaien? Nee Bob. Als ik deze Game Pass een cijfer zou moeten geven. Een 8. Ik vind het eigenlijk best wel oké. We gaan het in volgorde doen. De tweede Game Pass is 150 Robux. Hoeveel taco's zijn dat? Daar gaat het niet om Bob. Nou ja, ik heb het beloofd, dus dit kopen we ook voor Bob. Oh my gosh, wat? Er is een speler die een item heeft gespand wat zo groot is dat ik bijna mezelf niet eens meer kan zien. Die gigantische items zijn grappig. Maar het kan ook wel een beetje irritant zijn. In ieder geval. Is dat Baconair met een kattengezicht? De volgende Game Pass die we hebben gekocht is de Penthouse. Deze hier. Oh my gosh, dit is zo irritant. Ik ga even naar een andere server. Oké, dat is beter. De Penthouse dus. Ja, dat is 150 Robux voor een aantal speciale appartementen in Brookhaven. Ik moet wel eerlijk zeggen, en dit zijn ook wel hele gave appartementen, want je krijgt gewoon je eigen spanfontein. Als ik dit een cijfer zou moeten geven... Springen! Een 6,5. Want het is best wel duur. Oké, Bob. Het is tijd voor de volgende. En misschien wel de meest populaire. Namelijk Premium. Daar krijg je een taco bij, toch? Nee, Premium in ieder geval. Premium kent een aantal voordelen. Om mee te beginnen heb je een aantal voertuigen. Zoals bijvoorbeeld deze. Die je normaal gesproken niet kan kiezen. Maar met Premium wel. Oh. Volgens mij mag je daar niet parkeren. Ik weet het, Bob. Maar waar Premium misschien wel het meeste onbekend staat. Is de huizen met het blauwe sterretje erbij. Het zijn er een aantal. Laten we stellen: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 huizen. De penthouse, daar kreeg je ongeveer 3 of 4 appartementen. En met premium krijg je 15 huizen. En dus ook speciale voertuigen zoals de Lamborghini. Nou ja, premium is niet voor niets de meest populaire Game Pass. Dus als ik dit een cijfer zou moeten geven. Om eerlijk te zijn, ik denk dat ik dan voor een 9 ga. Natuurlijk, het is duur. Maar je krijgt er ook wel echt wat voor. Zoals een taco, of niet? Huizen, Bob. Als je een taco wil, kun je ook gewoon naar een restaurant. Oké, eens even kijken. Dan hebben we ernaast vuur voor 50 Robux. Dat is best wel goed. En wat je ermee kan is heel simpel. In elk huis heb je hier een bord met dus die vuurknop. En als je dan het duimpje omhoog drukt, dan zet je het vuur aan. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn voor roleplay. Of als de magnetron stuk is, dan leg je de taco gewoon in het vuur. Nee, Bob. En als je het vuur zat bent en je wilt het weghalen, kun je gewoon het huis wegdoen. Ja, wat vind ik daarvan? 50 Robux, vuur... 7. Het volgende, dat is dit. Een paard voor 60 Robux. Daar komt het op neer. Het is zo raar om deze Game Passes te kopen. Want eigenlijk heb ik ze op mijn account al. Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen wat er gebeurt als je dit koopt. Je kunt paard rijden. En dan kun je volgens mij ook je paard nog aanpassen met bijvoorbeeld bloemetjes. Je kunt het zadel een andere kleur geven. Zelfs de staart. En dat is het dan zo'n beetje. Zo schattig. Ik noem hem Muffin. Oké, wat hebben we nog meer? We gaan nu naar de tweede rij. En dan hebben we dit. De Team Pack. 750 Robux. Momentje. Dat is best wel duur. Ben ik even blij dat jij het betaalt. Graag gedaan, Bob. Maar dit is wel een hele interessante Game Pass. Het is de duurste tot nu toe. Maar hiermee kan je heel Brookhaven aanpassen. Het is vooral voor roleplay heel handig. Als je namelijk helemaal rechtsboven op dit gezichtje drukt. En je drukt op het emmertje met slime. Dan kan je bijvoorbeeld Brookhaven naar de toekomst veranderen. Ik heb dit soort dingen al best wel vaak in mijn video's gebruikt. Omdat ik dan bijvoorbeeld een spannend verhaal wil laten zien. Alleen het hele ding is, andere spelers die zien dit nu niet. Alleen wij zien het en Bob. Ik zie het ook niet. Ik ben SpongeBob aan het kijken. Serieus, Bob. Ik ben dit voor jou aan het doen, hè. En als je dan op het prullenbakje drukt, wordt Brookhaven weer normaal. Maar je kunt Brookhaven bijvoorbeeld ook helemaal oud en eng maken. Dat is bijvoorbeeld ideaal voor een spannende aflevering waarin Brookhaven is verwoest. Dus ja, het is heel cool. Vooral voor mensen die bijvoorbeeld een YouTube-video maken, zoals ik. Maar ik vind 750 Robux echt enorm duur. Dus ik ga het echt wel een laag cijfer geven. Een 4. Als dit nou 200 Robux was geweest, of 100, nog beter, dan had ik het wel een dikke voldoende gegeven. Oh, dit gaat best wel hard met die Robux. Oké, de volgende. Extra gezichten voor 120 Robux.
Max. Tot nu toe is Premium aan het winnen. Nou ja, zoals jullie kunnen zien, Bob heeft een gezicht. Het mooiste gezicht ter wereld. Daar zijn de meningen over verdeeld. En er zijn superveel gezichten die je kan kiezen. En de meeste die zijn geheel gratis. Gewoon aan te klikken. Maar als je helemaal naar beneden scrolt, en dan ben je best wel even mee bezig. Dan heb je hier alle gezichten met een slotje erbij. En dat zijn dus de gezichten die je hebt unlocked als je de Game Pass koopt. En ja, weet je, het is wel leuk. Bijvoorbeeld deze met eieren. Of deze met drie ogen. Met sterogen of met verf. En omdat je al zoveel gratis gezichten hebt, is dit gewoon voor mensen die extra verwend zijn. Dus dan vind ik op zich 120 Robux wel oké. Ik geef dit een 7,5. Ik dacht heel even dat die speler een hele grote roze jurk aan had. Maar eigenlijk is het gewoon het tentje die onder de map zit. Maar kijk, het lijkt wel op een jurk. In ieder geval, we gaan door naar de volgende Game Pass. En dat is de Speed Unlocked. Deze is 200 Robux. Maar voordat ik ga laten zien wat die kan, stel voor je hebt een voertuig. Dan kun je daarin rijden en dan kun je hier op het snelheidsicoontje drukken. En dan kun je maximaal 70 kilometer rijden. Maar nu moet ik zeggen, 70 kilometer, dat is al best wel snel. De meeste mensen verliezen dan al grip, zoals ik. Ik denk niet dat je hier mag parkeren. Maar als je dan deze Game Pass koopt van 199 Robux, ja, 200 afgerond, en je gaat dan in een voertuig zitten, dan kun je tot aan 200 kilometer. Als je mijn eerlijke mening wil, ik vind het eigenlijk een best wel nutteloze Game Pass, want je kunt al best wel heel snel rijden zonder 200 Robux uit te geven. En dit is eigenlijk alleen maar onhandig. Natuurlijk heb ik het op mijn eigen account wel gekocht, omdat het soms leuk is om in video's uit te testen, maar ik vind het absoluut geen 200 Robux waard. Dus weet je wat? Ik geef het een 2. Voor elke 100 Robux 1 punt. Dan is het tijd voor de volgende Game Pass. Namelijk muziek. En ik bedenk me ineens. Ik heb deze Game Pass ook op mijn account, maar ik heb hem nog nooit gebruikt. Dus weet je wat? Voor alles een eerste keer. Want kijk, je hebt hier dan zeg maar die box waar je op kunt drukken. En dan kun je hier allerlei verschillende nummers aanklikken. Waarom staat nostalgie, perfecte plaatje of per ongeluk verliefd er niet tussen? Maar ja, dan kan je dus muziek luisteren op je skateboard. Kan je ook taco's eten op het skateboard? Ja Bob, maar daar heb je geen Game Pass voor nodig. Ja, wat vind ik hiervan? 200 Robux? Veel te duur. Ik ga dat denk ik een 4 geven. Op dit moment is Premium aan het winnen met een 9. Oké, de volgende Game Pass, dat is deze. Extra land voor 500 Robux, weet je? Ik wil het gewoon geen eens meer zien. Dat is op een aantal plekken wonen. Zoals hier bij het water, Hidden Valley, Lake House, Eagle View, Gold Ranch. Nou, ik moet wel eerlijk zeggen, dat is wel heel tof. Want je hebt dan bijvoorbeeld hier een plek bovenop je eigen berg met een prachtig uitzicht over Brookhaven. Dus eigenlijk betaal je die 500 Robux voor een betere locatie. Weer zo'n Game Pass voor verwende spelers. Zo zie ik het. Ja, ik ben ook een verwende speler. Je hebt gelijk. Dus dan vind ik op zich dat het wat duurder is niet erg. Ik vind het vooral vervelend als Game Passes duur zijn die echt elke speler graag zou willen gebruiken. Dus eigenlijk 500 Robux, nou ja, vooruit. Een 7. Er zit trouwens een heel groot geheim in dit huis. Volgens mij heb ik het echt al een aantal keer laten zien. Maar als je hier bovenop springt, dan kan je hier naar beneden. En dan heb je de kluis. Gevuld met taco's! Gevuld met Robux, Bob. En trouwens, jullie doen gewoon mee, hè? Jullie zijn ook de jury. Dus als je het helemaal niet eens, of juist wel eens bent met mij, dan kun je dat hier beneden in de reacties achterlaten. En ik weet het, ik ben een beetje streng, maar ik wil wel eerlijk zijn. En natuurlijk had ik het liefste gezien dat alle Game Passes gewoon gratis zouden zijn. Maar helaas werkt het niet zo. In ieder geval. De volgende Game Pass is ook weer zo duur. 500 Robux voor de Disaster Pack. Ja, en ik zie dat iemand mij wil oppakken. Oh, serieus? Ik zit op een paard bij iemand die een koekje eet. Nu heb ik zin in een koekje. In ieder geval, wat kan je met de Disaster Pack? Het is heel simpel. Je kiest een huis, het maakt niet zoveel uit welke. Het is een beetje te vergelijken met het vuur wat we net kochten. Oh ja, trouwens, over premium gesproken. Je hebt hier zeg maar in dit huis een kelder. En als je premium hebt, kun je die veranderen in een zwembad. Maar sorry, ik raak afgeleid. De Disaster Pack, dat is dit hier. Dit was het vuur van net. Dit is de Disaster Pack. En daar kun je allemaal disasters aanzetten. Zoals bijvoorbeeld aliens, een overstroming. Dus er zweeft een UFO boven ons huis. De vloer is nat. Dit is ook weer echt zo'n Game Pass die vooral heel erg handig is voor mensen die bijvoorbeeld video's filmen. Ik heb er nu een aantal tegelijk aangezet en dan is er echt een chaos. Ja, 500 Robux. Ik vind het wel heel duur hoor. Een zesje. Een zesje. Dan gaan we door naar de volgende Game Pass. En deze is volgens mij... Oh, deze is duur. 800 Robux. Snel, klik! Ik wil het zien! Rustig, Bob. Ik heb al geklikt. Nou ja, dit heeft alles te maken met voertuigen. Zoals ik net zei, je hebt premium voertuigen. Daar staat een blauwe ster bij. Maar als je dan naar beneden gaat, dan heb je ook een aantal voertuigen met een slotje erbij. Bijvoorbeeld deze gele raceauto. Of deze groene raceauto. Gewoon een aantal verschillende. Alleen om heel eerlijk te zijn, ik vind deze Game Pass echt super overbodig. Ik vind dat al deze auto's gewoon bij het premium pakket zouden moeten horen. Of bij het VIP pakket. Daar komen we zo meteen. Maar om zelfs hier nog een aparte Game Pass voor te maken, dat is wel heel extreem. Vooral omdat er dan nog een Game Pass is voor de boten. Maar ook dat is voor zo meteen. Nee, ik vind deze overbodig. Ik geef deze... Een 3. Nou ja, daar gaan we alweer. Want voor deze voertuigen, de boten, heb je ook een Game Pass nodig. En die is 300 Robux. Dus als je alleen al alle premium auto's, alle auto's met het slotje en de boten zou willen gebruiken, ben je veel meer dan 1000 Robux kwijt. Gelukkig zijn sommige boten wel gewoon gratis te gebruiken, zoals deze. En zelfs dit piratenschip. Dat is wel echt heel fijn hoor, want anders had ik het wel gemeen gevonden. Maar ja, als je dan de boten Game Pass hebt, dan kun je bijvoorbeeld het grote piratenschip spannen. En deze is dan weer iets specialer, want hier kun je ook echt naar binnen. Dat was aan deze kant hier. Ja, kijk, een schatkaart. En
En dan heb je natuurlijk nog een jacht. Kortom, je krijgt best wel wat coole dingen. Maar ik vind het gewoon echt niet nice dat je daar eerst een Game Pass voor moet hebben. Ah, even liggen. Het was een zware dag. Ik ben al het werk aan het doen. Ja, dit is wel weer zo'n Game Pass die niet noodzakelijk is. Dus ik geef het een 5,5. Oké, dan komen we nu bij de één na laatste. Oh my gosh. 800 Robux. Maar nu moet ik wel zeggen, dit is weer een soort van zo'n Game Pass die je echt niet hoeft te hebben, want heel veel huizen in Broekhaven zijn gratis. Maar met wat wij net hebben gekocht, kunnen we dan hier een huis kiezen. En dat kan bijvoorbeeld een hotel zijn. Maar omdat er dus al zoveel gratis huizen zijn, vind ik het niet per se erg dat dit wat duurder is. Een cijfer? Nou, misschien wel een 8. De allernieuwste Game Pass en ook gelijk de aller... Ik wil het echt niet zien. De allerduurste. 999 Robux. Nou ja, maak er rustig 1000 van voor VIP. Dat doet een beetje pijn, want ik heb het namelijk laatst ook al op mijn eigen account gekocht. Nou, en wat krijg je voor VIP? Ik zal er snel even doorheen gaan. Je kan bijvoorbeeld jezelf een naam geven. Bob is cool. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Wat je ook kan doen bij de voertuigen, is gebruik maken van auto's die er eigenlijk al een tijd niet meer zijn, zoals deze van Halloween. Wat je dan ook hebt, zijn een aantal speciale particles, zoals bijvoorbeeld deze, die goed bij Bob past, want die laat vaak scheetjes. Maar het hele ding is, zelfs al heb je geen enkele Game Pass, je kunt alsnog het meeste gewoon doen in Broekhaven en superveel plezier hebben. Ik bedoel, kijk naar Bob. Hij is de hele video niet echt enthousiast geweest over een van de Game Passes. Maar wanneer ik hier een gratis taco pak... De Taco Game Pass! Hoe duur was die? Gratis, Bob. Nou ja, dat bedoel ik dus. Abonneer voor meer en adios.